Goeiedag. Het is 1 maart en dat betekent dat in de weerkunde de lente is begonnen. Maar op de astronomische lente moeten we nog eventjes wachten. Die begint op 21 maart. Maar ook op dat echte lenteweer, daar moeten we ook nog eventjes op wachten. Want de komende dagen toch nog wat winterweer in de verwachting. Een typisch gevalletje, maart roert zijn staart. We zien hier ook een winterse bui, wat winterse neerslag in Vlissingen. En dat staat ons de komende 10 dagen dus ook te wachten. Maar dat gaat wel stapsgewijs en daar gaan we nu eens even doorheen praten. Want het begin van die 10-daagse is eigenlijk nog heel rustig. We hebben nog altijd met dat hoge drukgebied te maken. Ligt met de kern net ten noorden van Schotland. Levert bij ons een droge noordoostelijke wind op. En daar hebben we dus ook die strak blauwe luchten aan te danken. De enige uitzondering op die regel is donderdagochtend. Want vanuit de Duitse bocht, vanuit het noorden van Duitsland, komen toch wat meer lage wolkenvelden onze kant op zetten. Dus donderdagochtend, vooral in het noorden en misschien ook net het midden van het land, wel wat nevel of mist. In het zuiden van het land is de lucht wat droger. Daar is dat iets minder aan de orde. Nou, de start van die 10-daagse is dus heel rustig, maar daar gaat geleidelijk wat verandering in komen. Dat hoge drukgebied, dat gaat zijn invloed een beetje verliezen en die trekt ook wat weg in westelijke richting. En op zondag zien we ook vervolgens dat de kern van dat hoge drukgebied niet heel duidelijk meer aan te wijzen is. En als we hem dan nog kunnen plaatsen, dan is hij echt wel een stukje naar het westen komen te liggen. En dat zorgt ervoor dat bij ons de stroming gaat veranderen. We hadden eerst met de noordoostenwind te maken. Die wind gaat eerst naar het noorden draaien en in de loop van het weekend wordt die stroming dan meer noordwestelijk. We zien al voor de kust van Noorwegen, daar begint het al een beetje te pruttelen. Daar komen al wat van die winterse buien tot ontwikkeling. We zien hier boven de Noordzee ook al wat meer wolkenvelden. De luchtvochtigheid van de atmosfeer gaat toenemen en we krijgen dus met die buien te maken. En die buien komen dus vanuit het noordwesten onze kant opzetten. En als we dan even gaan kijken naar hoe dat er na het weekend uitzien, dan zien we ook die paarse kleuren in de verwachting verschijnen. Oh, dan stopt hij nu weer even opnieuw. Maar dan zien we die paarse kleuren in de verwachting verschijnen. Dat betekent dus dat we met winterse neerslag te maken gaan krijgen. Is eigenlijk een verzamelnaam voor sneeuw, natte sneeuw, hagel, van alles en nog wat in die categorie. Dan ga ik nog even wat hoger in de atmosfeer kijken. Want die winterse buien die komen natuurlijk niet zomaar tot ontwikkeling. Daarvoor moeten we echt een koude bovenlucht hebben. En in deze animatie kunnen we heel mooi zien wanneer dat omslagpunt een beetje gaat plaatsvinden. Eerst hebben we nog met dat hoge drukgebied hier te maken. Die noordoostelijke stroming aan de grond. We zien dat de koude lucht hier echt nog in het noorden, noordoosten van Europa zit. Maar met het veranderen van dat stromingspatroon gaat die koude lucht geleidelijk in zuidwestelijke richting naar ons afzakken. En we zien hier de bovenluchttemperatuur op 500 hectopascal een waarde van min 30, min 40 graden aannemen. En er is een vuistregel: als de temperatuur van de Noordzee en het verschil met die bovenlucht op 500 hectopascal, als dat ongeveer 40 graden is, dan kan er een klap onweer bij die buien voorkomen. En het is een beetje kantje boord, maar misschien dat zo'n winterse bui na het weekend dus ook een klap onweer kan veroorzaken. Nou, hoe ziet die omslag er dan uit? Op vrijdag is er nog niet al te veel aan de hand. Dan liggen die buien nog ver boven de Noordzee. Hebben wij nog een droge dag, maar met die noordelijke windrichting en het toenemen van de luchtvochtigheid gaat de bewolking al wel wat toenemen. Dat gaan we vrijdag voor het eerst echt merken. Overdag is de temperatuur nog wel redelijk aangenaam met zo'n 8 graden. En op zaterdag gaat de stroming dan draaien naar het noordwesten. Dan komen de eerste buien onze kant op. Maar we zagen net al dat die bovenlucht nog even tijd nodig heeft om wat kouder te worden. Dus ik verwacht dat de buien op zaterdag vooral in de noordelijke helft van het land zullen gaan voorkomen. En dat die in eerste instantie dus vooral nog regen zullen loslaten. Misschien wat natte sneeuw. Die echte sneeuw- en hagelbuien die laten nog heel eventjes op zich wachten. We zien ook dat de temperatuur al wat omlaag gaat. Ja, en die winterse buien, dat begint dan echt vanaf zondag. Dan wordt die bovenlucht steeds kouder. En dan gaan we vaker hagel, natte sneeuw of ook sneeuw meemaken. Nou, en dan natuurlijk het woord
wordt sneeuw, daar wordt iedereen al heel alert van natuurlijk. Zeker nu dat lente weer al een beetje eraan zat te komen, maar toch nog even op zich laat wachten. Want die winterse buien, vooral als ze een buientreintje vormen, dus als meerdere van die winterse buien achter elkaar doorkomen, dan kan dat plaatselijk wel een sneeuwdek opleveren. Ik heb hier even de pluim voor het midden van het land meegenomen, gewoon om een gemiddeld plaatje te schetsen. En dan zien we dat vanaf zondag de kans op een sneeuwdek gaat toenemen. En vooral zo'n beetje in het midden van de nieuwe week, als die buien een beetje hun hoogtepunt bereiken, dan is de kans ongeveer 20% op een sneeuwdek van ongeveer 3 centimeter. En de kans daarop is natuurlijk het grootst in de nachten en vroege ochtenden, als de temperatuur het laagst ligt. Maar ook overdag, als meerdere van die buien dus achter elkaar doorkomen, kan dat plaatselijk dus een dun sneeuwdek opleveren. Nou, blijft die sneeuw dan lang liggen? Daarvoor moeten we natuurlijk ook even kijken naar de temperatuur overdag. Die buien leveren een heel wisselend weerbeeld op. Als zo'n bui overtrekt, dan sneeuwt het even en 5 minuten later kan de zon weer doorbreken. En dat zien we ook terug in de temperatuurpluim. Nog steeds heel erg sterk die zaagtandbeweging overdag. Zo'n 6 graden boven het vriespunt. In de nachten nog lichte vorst. Dus met die temperaturen boven 0 overdag zal dat toch wel redelijk snel wegsmelten. Tenzij er echt toch wel een behoorlijke laag gevallen is, dan heeft dat natuurlijk allemaal wat meer tijd nodig. Maar met die temperaturen onder het vriespunt moeten we ook wel rekening houden met gladheid. Want als er overdag zo'n winterse bui is gevallen, het asfalt nog nat is en dan vervolgens die temperatuur onder het vriespunt duikt, kan dat toch wel verraderlijke gladheid opleveren. Dus dat is voor volgende week naast die winterse buien ook nog wel even een aandachtspunt. En wat ook nog wel opvallend is om te noemen, vanaf vrijdag dan gaat de stroming dus draaien naar het noorden. Dan komt die vochtigere lucht dichterbij, iets meer wolkenvelden. En dan zien we door die toename aan bewolking ook dat die nacht van vrijdag op zaterdag wat minder koud gaat verlopen. Dan nog even samenvatten. Het start van de 10-daagse is dus rustig met dat hoge drukgebied nog in de buurt. Maar na het weekend, vanaf zondag, krijgen we dus met winterse buien te maken. En is er plaatselijk kans op een dun sneeuwdek.